Elise en Martijn, welkom. Martijn, ik wil bij jou beginnen, want jij was op je 16e de jongste winnaar ooit van Gouden Kalf voor Oorlogswinter. Nu in je eerste echte grote hoofdrol. Is dat dan extra spannend voor je, Martijn, of valt het wel mee? Ik vind het super spannend, ja. En wat was vooral spannend? Nou, omdat dit is voor mij eigenlijk een compleet nieuw genre. Ik heb heel veel, ik heb heel veel films en series gedaan, maar dat is eigenlijk allemaal een beetje drama. En comediedrama, dit is wel echt gewoon een heel nieuw genre voor mij. En ja, het was de bedoeling om... Om een knappe jongen en een soort van hunk uit te hangen. Ik voel gewoon aan je dat je het vervelend vindt om te zeggen. Het is niet helemaal mijn... Ik ben niet een Hugh Grant of zo, weet je. Dus ik vind het wel... Ik vind het, Nee. Dankjewel. Hugh Willem. Nou ja, dus ik vind het heel spannend hoe dat gaat worden en hoe daarop gereageerd wordt. Nou is er al een ladies night geweest. 40.000 bezoekers zijn er, terwijl die film nog niet eens in première is gegaan. Ja. Zijn jullie niet toevallig ook stiekem gaan kijken om te kijken hoe het werd ontvangen door het publiek deze? Nee. Had je dat niet gewild? Ja, maar ik zit thuis met een hele kleine baby. Dus die krijgt voorrang. Ja, dat was nog een beetje lastig bij de opname aan het einde, hè, geloof ja, ik wel. Ja, klopt. We moesten nog een staartje draaien in de zomer. Dat was van tevoren al bekend. En ja, het duurde maar voordat ze kwam. En ik dacht, er zit 6 weken tussen, maar dat werden er uiteindelijk 4. Dus ja, ik kwam met mijn pannenkoekenwereld in 1 keer op een set. En dat waren 4 dagen, maar wel 4 hele volle dagen. Dus ja, je ziet ook wel in de film, zoek de verschillen. Zie je af en toe een beetje een plofkop en wat minder. En wat, de continuïteit was af en toe de continuïteit een beetje... was wel even de dingetje. Ja, ik kneep hem wel een beetje ervoor. Want het moest allemaal weer redelijk hetzelfde eruit zien als 9 maanden geleden. Oh. Maar ja, dus ik heb af en toe een volle blouse. Kees van Niekerk heeft jullie geregisseerd. Heeft jullie heel erg vrijgelaten of losgelaten? Hoe doet hij dat? Het goede aan Kees is... Kees is niet zo snel tevreden, maar wel heel flexibel. En ik denk dat dat een hele goede combinatie is. Af en toe dacht ik wel, nou jongens, deze tekst staan erop en we gaan door. Dan zei hij, nee, ik wil nog even dit en nog even dat. En ik, oké. Het is natuurlijk ook een luxe, want bij tv jakker je toch wel snel door. Maar hij is ook heel flexibel op het moment dat hij zei, nou, dat werkt totaal niet. Laat die hele zin maar weg en ga je gang. Dus wel, ja, hele goede balans. Okay, ja. Je hebt ook met hem gewerkt, toch? Ja, een pak van mijn hart. Ja. Ja, toch? Ja, Kees is wel iemand die bij de auditie dat je al denkt, oh, dit... Daar krijg je energie van. Dit wordt er een.